Okay, people, let's go to work. Hallo. Welkom mensen, welkom bij deze aparte video met een nieuwe intro zoals je hebt gezien. Bedankt dankzij Ramazan van Gewoon Achterlijk, een geweldig leuk team. En die jongen heeft voor mij dat prachtige intro gemaakt waar ik echt trots op ben. En super je best gedaan, daarbij als eerst mijn complimenten. En we zijn hier met Robbie en Erik. En Erik, vertel eens even, wat hebben wij vanmiddag gedaan? Nou, vanmiddag zijn we lekker in Rotterdam in geweest. En hebben we allemaal spulletjes gekocht. En we hebben je verjaardagscentjes opgemaakt. Nou, dat zeker. We hebben best wel wat centjes hebben we uitgegeven. En ik dacht, we gaan deze video gewoon doen. Tot ik laat zien wat we hebben gekocht. Ik laat niet alles zien, want we hebben ook wat cadeautjes voor Robbie. Dat kunnen we niet laten zien, helaas. Maar er komt zeker nog van bod. Dit is een Mickey Mouse, want Erik kwam naar me toe en die zei: Vincent, ik zeg ja. Hij zegt: er is een winkel dat heet de Collectors. En ik kende dat niet, de Collectors Company. Ik kende al die winkel niet, maar dat bleek dus een Disney winkel te zijn. En fantastisch, wat een aparte dingen kon je daar zien. Echt, het was gewoon die winkel was ook een soort gethematiseerd in een soort van sprookjes. Het leek of ik een beetje in de Efteling liep. Vond je niet? Nou, dat was zeker wel. Ja, genoeg vitrines en zo met allemaal mooie Disney figuren van elke denkbare Disney film. Ja, super tof allemaal. Echt. Uniek. Mooi. Ik ga gelijk foto's zien tussendoor, terwijl je dat zegt. ik heb namelijk een foto gemaakt, een paar foto's in de winkel. Want het was echt heel bijzonder. Je zag bijvoorbeeld hier zo Donald Duck op een kerstbal. Ik weet niet of je hem goed ziet, maar ik hoop het wel. En dan laat ik even ook een hele grote Mickey Mouse vol met lichtjes. En even kijken hoor. Je ziet het niet heel goed, maar dit was een kamer in die winkel. En er stond een hele grote teddybeer. Het was een beetje met kerst natuurlijk versierd. Maar nu vragen jullie af. Ik mocht wat uitzoeken van Erik in die winkel. Mm-hmm. En Irma ook. Dragon. Irma ook, ja. Onze eerste meeting met Dragon. En toen heb ik hem stiekem al uitgepakt. En ik wist al wat het werd natuurlijk. Oh. Maar het is namelijk deze geweldige Mike. En dan weet ik zijn achternaam even niet. Ik weet dat het slecht is. Modoski. Mike Wazowski. Hij is in ieder geval super cool. En bedankt nogmaals Erik voor dit fantastische cadeau. Want dit is echt een ontzettend gaaf en niet goedkoop figuurtje. Nou, graag gedaan. Het was geen goedkope winkel. Dat is echt zeker weten. Maar we kregen wel deze fantastische Mickey Mouse tas erbij. Echt geweldig. Ga ik zeker bewaren. Nou, wat hebben wij nog verder gekocht? Echt. Nou, het was best wel zwaar. Ik heb ook nog twee cadeaus voor mijn moeder gekocht. Dat kan ik wel nu zeggen. Dat zijn kaarsjes. En dat is een wat je op tafel zet waar je allemaal hapjes op doet. Dus een soort van, hoe noem je zo'n ding? Zo'n schaal. Zo'n schaal inderdaad. Een etaleur of zo, weet ja, ik wel. Ja, zoiets. Zoiets? Nou, de eerste ding is ja, Freakshop. Dat zijn zieke woorden. Zieke woorden. En de Freakshop heeft namelijk een aantal dingetjes. De Villa Monsters voor €5. Nou, dat valt wel mee. Monsters gaat over monsters. En dan de Lorax. Die heb ik ook maar gekocht. Een DVD plus Blu-ray plus digitale kopie. Er zaten 3 discs in. Nou, ik vond het wel grappig. Lorax. Die moeten Roy en ik nog afkijken. Dus wie weet kunnen we dat een keer doen. En nog een film voor kinderen. The Devil Inside. Ja. Oh ja. Dus dat was onze aankopen bij de Free Record Shop. Ik doe ze allemaal weer even terug. Dat ik het even een beetje volgorde kan doen. En toen gingen wij. We waren natuurlijk eerst. Hier heb ik ook weer wat. Deze heb ik ook nog weer van Erik gehad. Een hele leuke kinderfilm. Oh, The Conjuring. Lekker voor het slapen gaan. Dus Robbie, je weet dat wij de 28e als we naar Erik toe gaan. Met zijn verjaardag of met zijn party. Dat wij natuurlijk wel The Conjuring gaan kijken met elkaar. Ja, toch? Echt? Ja, party. Ja, nou ja. De Fab 5 avond. Ben je bijna jarig, Erik dan? Nee, joh, gewoon, zeg gewoon nee. Onze avond die we gaan maken. Onze avond. Ja, oké, maar je zit een feest, jongens. Oké, nou, de Conjuring. Alles moet je ook uit gaan leggen. Alles zit in de knoop. Oh. Nou, dan heb ik nog een cadeautje gehad van Erik. Het is echt niet normaal. En dat is namelijk deze eend. Sleutelhanger eend. Ik zal dat dingetje eraf halen. Zo. En wat kan die eend? Die kan geluidjes maken, let maar op. Emma! Hey! Hey. Net in de video ben ik aan het uitleggen hoe leuk wij het hadden met elkaar. Oh. Even kijken hoor. En dan gaan wij nog wat laten zien. Dan zijn er nog een paar dingetjes. En dat is eigenlijk. Dat was eigenlijk het pijnlijkst voor mijn portemonnee.
De Mediamarkt. En de Mediamarkt heeft ontzettend leuke dingen. En ik weet het, als fan van een serie... Ik ga hem nu pakken. Oh jee. Moment. Breaking Bad. Nee, geen Breaking Bad. Wat een fan van een serie, hè? Ja. Laat alles uit zijn klauwen pleuren. Nou ja, goed jongens. Zo'n fan. Het is logisch, ik heb natuurlijk gekocht. Eentje die niet mag ontbreken. Seizoen 3 van The Walking Dead. En nou heb ik eindelijk mijn 3 seizoentjes bij elkaar. Een rode, blauwe en groene Blu-ray box. Fantastisch mooi ziet het eruit. Gewoon, ik heb ze nu gewoon de collectie. Ja. Yay. Dat moet je gewoon hebben. Ja, kijk. Ik raad hem aan, €30 was die. Is het goedkoopst bij Mediamarkt. Hij is bij de Free Action Shop namelijk 35. Oh, hang al bij vallen. Klote, sorry. Ja, hier ligt allemaal alcohol en zo hier. Allemaal op drank, omdat ik nog jaren was. Ja, maar je bent ook echt een alcoholist. Ik ben natuurlijk ook een alcoholist. Oh jee. Allemaal bieries, ik moet allemaal opruimen nog. Allemaal bieries. Ja, en hier ligt ook allemaal geld hier. Echt een tering. Vervelend. Echt een tering, zoetje. Al dat geld. Al dat geld. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we naar de volgende DVD. Want ik heb natuurlijk allemaal films gekocht. En dat is The Boy in the Striped Pyjama's. Natuurlijk al een mooie film. Mooi. Ja. En dat gaat over de oorlog. Een waar gebaseerde film. En zeer triest. En die moet je dus ook hebben. De volgende film die ik heb gekocht is natuurlijk een cadeautje voor Roey. Shit. Maar Roy, dan mag je deze film, dan mag je dit filmpje niet kijken, want ik liet het zien namelijk. Ja, maar nee, upload je hem dan je simpelen. Ja, nee, ja. Roy, jij houdt gewoon maar je oogjes. Jij houdt je oogjes maar dicht. Inderdaad, Roy, je mag maar niet het filmpje kijken, want dan zie je wat ik heb voor je gekocht. Ja, maar dan weet ik niet wat je hebt gekocht allemaal. Nee, dat hoeft ook niet. Jawel! Nee, voor jezelf dan. Je hoort het toch? Ja, ik kan dit er niet uitknippen, Roy. Moet maar niet kijken. Stoute Roy, naughty. Nee, je moet maar niet kijken, anders is het niet leuk. Nee. Je moet een cadeautje. Nee, ik kijk wel niet. Shit, ik had hem moeten inpakken. Stom van me. Oh. Nou, de volgende film is Sucker Punch. Sucker Punch is een heel aparte film. En ik weet, hij lag al lang in de winkel. En ik weet het, hij lag ook lang in mijn hand. Van, moet ik hem wel of niet kopen? En dan op een gegeven moment heb je zoiets van, ja. En natuurlijk van Tom Hanks, The Polar Express. Dat is ook wel een heel leuke film. Dus ik denk dat dit wel een beetje erop zit. Ik ga de tasjes weggooien, want al die zooi, al die tasjes. Behalve dat tasje van Mickey Mouse natuurlijk. Die vind ik ontzettend leuk. Dus we hebben weer lekker inkopen gedaan, Erik. Ja, we hebben ons misdragen. Oh. Nou ja, we hebben al wat gelopen. Ja. We hebben best wel gelopen in dat rot weer. Ja, we zijn sportief bezig geweest. Maar dat mocht ook wel. Die poffertjes en die wafels, die moeten er ergens vanaf. Ja, die poffertjes waren lekker, joh. Oh. Ja. Zo. Ja, de wafel ook, hoor. Oké. En de wafel ook. Ja! Nou, jongens. Ik was jarig en ik had wat dingen voor mijn verjaardag gevraagd. Van, ik wil wat films hebben. Nou, Erik, die vond zoiets van, ik koop een film voor je. En mijn ouders hadden iets van, je hebt al zoveel films staan. En hebben ze best wel een true in. En toen had ik zoiets van, ik wil toch nog wel wat films. Dus toen heb ik er eigenlijk een stuk of 8 gekocht. En ik had zoiets van, ja, dikke jolo. Nou, Robby, ik heb ook de titels genoemd. Dus je hoeft niet eens te kijken naar de video. Want je weet al wat ik heb gekocht, omdat ik het net heb verteld. En je hebt gehoord wat het is? Ja. Nou, ga ik uit nieuwsgierigheid ga ik toch kijken. En ik kom. Nee, natuurlijk niet. Je weet dat dat is gewoon een eentje. Nee. Ja. Eentje. Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Als jullie nog meer van zulke vlogs willen, want mijn kanaal wordt nu ook een beetje vlogging, dan moet je zeker abonneren, maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan als je dit ontvangt in je mailbox. En wat ik ook wil zeggen is dat ik volgend jaar ook meer ga focussen op mijn vlogkanaal, wat ik eigenlijk al heel veel deed. Want door mijn vlogkanaal zit ik in Banyotown. Dat is zo, want Bardo die hield mijn vlogkanaal in de gaten. Ik zal het nog ooit wel eens een keer vertellen, dat is hartstikke leuk. Doe ik nog wel een keer in een vlog. En het is dan de eerste vlog officieel eigenlijk voor mijn kanaal. En ik denk dat
ja, ik denk dat mijn vlogkanaal eigenlijk mijn hoofdkanaal is. En dat dit eigenlijk een soort subgame kanaal is. En dus zie ik het niet als een negatief iets hoor. Want ik ben natuurlijk bezig met beide kanalen. Maar op mijn hoofdkanaal, mijn vlogskanaal, Da Vinci Vlogs. Daar komen enkel gewoon echt de wat verzorgdere video's, om het zo te noemen. De wat meer moeite video's. Want ja, als ik een game opneem, dan is dat wat simpeler dan dat ik heel de wereld afreis naar bepaalde locaties om daar een video met Ruben van der Meer bijvoorbeeld op te nemen. Dat is natuurlijk wat anders weer. En dat kanaal gaat daar zeker voor staan. Volgend jaar ook krijgen wij ontzettend leuke dingen. En ik heb al besproken met een vriend van me en dat gaat ontzettend vet worden, want we hebben heel veel leuke plannen. En ik kan alvast iets verklappen, maar eigenlijk ook weer niet. En ik zeg dan één ding, dat is Teun Kanon. En dat is wel apart. Dat is echt heel leuk voor de mensen die zijn karakter wordt gemist op het Komt kanaal. Komt hij terug? Ik zeg niks. Ik weet niet of hij terugkomt. Ik zeg nog niks. Maar er zijn heel geniale plannen. En het wordt echt bizar om te noemen. Het wordt echt bizar. En als de plannen niet lukken, dan gaan we zeker volgend jaar gewoon... Het hoeft niet per se tijdens kerst. Maar we doen het gewoon in de meivakantie of in de zomer. Gaan we zeker ook een short film maken. Dus het wordt awesome, het wordt vet. Bedankt voor het kijken, bedankt voor meedoen jongens. En meiden natuurlijk. Ja, twee jongens en twee meiden. En tot de volgende vlogvideo op mijn kanaal. En ik wens alvast iedereen een heel fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Maar jullie zien me vast en zeker terug in deze dagen met nieuwe andere video's. Namelijk ook een speciale Mickey Mouse video. Doei doei! Ja. Doei doei! Doei! Bye! 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 Bye. 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 Outro. Was op de beat. Ja, was op de beat. Wauw.